het over Kombord. Ja. En over al die dopbuttons. Maar, wat zijn dan allemaal de mogelijkheden? Ik laat het je zien. Wat is uitgevoerd met gaspakketjes en met honden, kon een hond 1600 verschillende begrippen begrijpen en onthouden tegelijkertijd. Een gaspakketje, weet je die leuke kleine schattige beestjes die we allemaal kennen, kon 1700 begrippen tegelijkertijd begrijpen. Ze zijn minstens even intelligent als honden. Minstens. In dat kleine kopje. We kennen allemaal als papegaaienhouders de voorbeelden dat als ik tegen mijn vogel zeg, wil je een nieuwtje? En hij zit los en ik draai me om en loop al richting de keuken, ben ik nog niet bij de keuken. Maar mijn vogel zit al op het aanrecht bij het juiste kastje naar mij te kijken, compleet de focus op mij. Ja, krijg ik een nootje? Ja. Ze weten het. Vogels, papegaaien zijn heel goed met horen en visueel met hun ogen. Dus die link leggen ze ook heel snel. Ja, maar ze kunnen toch niet echt praten? Ze hebben toch niet een echte taal? Nee. Een gemiddelde volwassen mens hebben we het dan even over. Je kent ongeveer 42.000 woorden. Dat is iets meer dan 1600 begrippen of 1700. We noemen het dus dan ook wel een simpel communicatiesysteem. Maar dat betekent wel dat ze hun leefwereld een heel stuk groter kunnen maken. Stel dat we ze nou alleen maar 100 woorden leren. En 100 keuzes geven. 100 verschillende knoppen, al zijn het er maar 50. 50 verschillende knoppen met wat zij kunnen kiezen en wat wij aanraken en waar zij op gefocust zijn, dat ze weten wat er komt. Voorspellen wat er komt is ook iets wat heel erg stress vermindert. Dus dat is ook heel goed. Zodat het dier dus leert wat we gaan doen. Dat het eigen keuze heeft. Dat hij er naar de knoppen toe kan lopen. Of de tablet. Welk systeem je ook gebruikt. Dat maakt me nu eigenlijk niet zoveel uit. En zelf kan aangeven. Ik vind dit leuk. Ik wil dat doen. Want eigenlijk is het ook niet heel erg moeilijk. Als jij even tijd met je hond wil doorbrengen. Of je dan even een kleine training doet. Of even met hem gaan spelen. Of dat hij nou even wil kroelen. Of misschien wil hij wel een specifiek spelletje doen, zoals balletje. Of een snuffelspel. Als je hond nou gewoon aangeeft wat hij leuk vindt, is toch prima? En ja, een huisdier, een papegaai, een hond, die hebben ook eigen lichaamstaal. Maar dan loop je echt tegen grenzen aan. Ja, als Bijke bij de deur, onze hond, als zij bij de deur gaat staan, piepen, gaan zitten. Dan snappen we, oké, ze wil naar buiten. Maar wil ze naar de buurman? Wil ze een wandeling doen? Wil ze alleen even een plasje doen? Dat zijn alweer een heleboel meer keuzes. Als ze niet opletten, komt ze naar ons toe, gaat ze een beetje krabbelen tegen ons been. Snappen we. Maar als wij aan tafel zitten en zij gaat naast de tafel zitten, piepen. Meisje, wat wil je? Heb je kom? Ja, kom staat daar op de grond. Daar kan ze bij. De drinken? Ja, drinken staat ook gewoon. Vers, alles netjes. Wil je aandacht? Wil je aandacht? En we kroelen een beetje en ze loopt weg. En ze komt weer terug en ze gaat weer piepen. Wat wil je? Ik snap het niet. Hoewel bij vogels het gedrag heel visueel is, weten we toch regelmatig niet precies wat ze bedoelen. Dit komt voor omdat ze zo slim zijn. Ze passen hun non-verbale communicatie aan ons, aan de omgeving. Ze hebben duidelijk een eigen wil, een eigen karakter. Dat zien we. De een wil dit, de ander wil dat, terwijl het misschien alle twee leuke dingen zijn. Met communication board kunnen ze dus kiezen. En dat is zo gaaf als je huisdier het dan gewoon simpelweg kan zeggen. Ja, en denken heel veel mensen, ja, maar ja, moet dat nou? Is het nou echt? Ja, jij zegt het nu allemaal wel en ik snap het. Maar is het nou wel echt? Oké,
Ik voeg straks wat wetenschappelijke artikelen toe, waar je het een en ander na kan lezen. Daarnaast, bijvoorbeeld dokter Irene Peppenberg heeft in de jaren 80 dergelijke dingen al eigenlijk wel bewezen. En is daar in ieder geval al heel ver mee gekomen bij grijze roodstaarten. Meerdere wetenschappelijke artikelen zijn in ontwikkeling. Zowel bij Fluent Pet als bij Reading Pet. En ja, ik ben net zo benieuwd naar het wetenschappelijke artikel als jullie. Het interessante van deze revolutie, die eigen keuze, knoppen, tablet, hoe je het wil noemen, de praatrevolutie, is dat het ook een way of life is. Eigenlijk net zoals Free Flight. Want je geeft het huisdier keuzes. Dus in plaats van alles voor hen te beslissen, bedenk je gewoon, oké, ik heb nu een half uurtje tijd. Eens kijken wat ze willen. Je neemt de knoppen, of misschien liggen die daar. Je neemt je tablet. Je gaat naar je vogel toe en vraagt, wat wil je? En dat kan die aangeven. Misschien wil die een training doen. Wat voor een training? Misschien wil die een snuffelspel doen. Misschien wil die even bij je kroelen. Misschien wil die even vliegen. Het kan van alles zijn, maar het huisdier heeft die keuze. Een AAC-combord. Ja, spraakcomputer. Cool. Hoe werkt dat? Wat is dat dan precies? Nou, ik laat het je zien. Dit is een iPad, maar het kan ook op de tablet of op een smartphone. En dit zijn allemaal knoppen. En Loekie kent hem al, hè Loekie? Ja. Wat wil Loekie? Beleven. Maar wil je niet liever vliegen? Samen doen. Kijk, hier is. Buiten vliegen. Wil je buiten vliegen? Ja of nee? Ja. Zullen wij dan buiten vliegen? Het kost ook, net zoals bij Free Flight, veel training. Maar wij hebben daar een voorsprong bij papegaaien. Want een hond, nou die gaat 14 jaar mee misschien? Misschien in sommige honden zelfs nog korter. Nou, gemiddelde van een papegaai kan zo 30, 40 jaar zijn. Maar dat zijn een hoop woorden die ze kunnen leren. Echt waar. Het geeft het dier dus ook veel eigen keuzes, net zoals Free Flight. Maar er zitten geen risico's aan vast. Diezelfde risico die je hebt als je vogel buiten vliegt, die heb je nu gewoon niet. Want je kan dat dier wel gewoon in een huiskamer of in ieder geval in een afgesloten ruimte houden.